Michael Jackson is helaas niet meer onder ons. Maar zijn geweldige imitator, Demeo Jackson, is nog springlevend. Demeo verdient een goede boterham met zijn Michael Jackson act. En dat is ook logisch, want hij heeft de juiste looks en ook zijn moves zijn niet van echt te onderscheiden. Daarom treedt hij al sinds 1984 op als Michael Jackson's dubbelganger. Leven als Michael Jackson. Een beetje bizar is het wel, maar de geboren Surinamer heeft inmiddels in maar liefst 45 landen opgetreden. Ja, ik reken dat ik over de 3.000-4.000 shows gedaan heb. En ik ben blij dat ik dat allemaal gedaan heb, want ik heb veel voor andere mensen kunnen doen. En ook heb ik dit huis van mijn moeder kunnen kopen. En in Duitsland heb ik mijn eigen Bayerische landhuis. Ja, dat heeft hij mooi bij elkaar gedanst. En dat had hij vroeger nooit durven dromen. Ik kon helemaal niet dansen. Iedereen lachte me toen uit in 78, 79. Pas in 1980 begon ik intensief voor de spiegel, dag en nacht. De hele nacht zat ik. Naar school kwam ik, had ik mijn kamer als een discotheek omgebouwd. Met spiegels en lichten. En toen begon ik de hele dag te oefenen. En oefening baart kunst, want Demeo is over de hele wereld razend populair. Hij lijkt als twee druppels water op de superster. En dat zorgt soms voor de nodige verwarring. In 1992 waren beide Michaels in het Amstel Hotel. Demeo voor een fotoshoot als dubbelganger en de echte Michael kwam een uurtje later voor een optreden. Het hotelpersoneel snapte er helemaal niets meer van. Op een gegeven moment toen belde de receptie de politie op om te zeggen, ja, er is hier een gek binnengedrongen. Maar toen hadden ze net voor ons binnengelaten met de limousine en bodyguards en dergelijke. En ze, met de veronderstelling, dat was Jackson geweest. Daarom is ze ook binnengelaten in het hotel. En toen kwam Jackson met zijn bodyguards. Toen dachten ze, wie is nou de echte? Toen stonden we in de lobby allemaal, al die bodyguards. Mijn bodyguards keken naar Jackson. Jackson keek naar mij. Beide heren konden er naderhand kostelijk om lachen. Demeo voelt zich trouwens helemaal geen Michael Jackson. Of ik mezelf Michael Jackson voel? Nee, nooit. Want anders zou ik nooit zo lang vol kunnen houden. Kijk. Je hebt veel lookalikes die dansen één op één als Jackson. Ze gaan zich ook zelf verbouwen één op één als Michael. Maar ik geef mezelf ook tijdens de show. Die dans is à la Jackson, niet helemaal Jackson. Ondanks het overlijden van de King of Pop in 2009 is het einde van Demeo's carrière nog lang niet in zicht. Ik denk dat het nooit zal ophouden nu. Want er gaat steeds iets komen van Jackson, een nieuwe album, een nieuwe clip. Dus het gaat altijd werk zijn. Ik zit aan de Elvis-imitators. Die hebben heftig megawerk. Ondanks er niks van Elvis uitkomt of zo. Ja, het is mijn werk. Zoals iedereen tot zijn 65 gaat werken. Oké, ik zal het niet zo lang houden, maar ik ben op weg naar mijn pensioen.